Goedemorgen, het is 8 uur, kwart over 8. En we zijn wakker, Fofie gaat naar zijn werk toe. Haar vermaakt ontbijt. En wij zitten duidelijk nog niet goed in het slaapschema, want ik heb koffie gedronken en ik begin nu wakker te worden. En Fofie, vanmiddag of vanavond na werk? Trainen. Yeah, nu moeten we er echt in komen, sporten. Yes, we can do this. Havermout. Nou, ik heb me klaargemaakt. Ik heb me opgemaakt voor vandaag. En die foundation is echt een beetje te donker. Ik ben dus die BB cream aan het testen. Een paar dagen. Ik moet mijn nek goed doen. Straks naar de kapper. Om 11 uur pas hoor. Dus ik kan nog even werken. En dan weer even knippen en verven en doen. En ik baal, want dit is echt dunner aan het worden. Het valt nu echt op. Oké, het is 10:30. De laptop gaat weer uit. En mijn to-do-list, die laat ik zo liggen, want ik ga nu naar de kapper mijn haar doen. Even lekker bijknippen, verven en doen en zo. En dan weer terug naar huis om te werken. En ik heb al 4 uur een interview. Ik pas serieus zoveel in dit tasje. Ik heb dus sleutels, portemonnee, mobiel, make-up tasje gevuld, kijk, zo. En dan zonnebril doe ik op en die camera er ook nog bij. Ja, stiekem met de trend. Ik ben weer te vroeg. De bijenkop gaat 11 uur open, dus 10:45. Kijk, kijk hoe de stad er nu uitziet. Ze waren hier uitgebreid aan het verbouwen, of zijn uitgebreid verbouwen. En kijk, kijk, kijk. Hier zie je dat de passage binnenkort open gaat. Ik weet niet of je het kan zien. Op 18 september. En dat doet Isabel, doet dat, die opening. Super cool. Dus tuurlijk ga ik eventjes langs. Ik ben benieuwd wat eruit gaat zien. Dit allemaal. Ik zit weer bij de kapper. Bij de opkeken in de bijenkop. En dit is hoe mijn haar er nu uitziet. Het is, de kleur is een beetje vervaagd. Oeh, ik zag wat grijze haren hier alweer. En we gaan gewoon weer brein doen met een stuk eraf. Er moet een flink stuk vanaf. Ik heb dus na de woestijn, je ziet het al een beetje, heb ik het echt zo goed met kokosvet en zo gedaan. Maar het mag niet baten. Het is zo kurkdroog geworden. Maar geef niet, mijn haar groeit snel. Kijk, het is nu alweer echt lang. Ja, stuk eraf. Gloeit toch maar aan. En mijn haar is weer gedaan. Stuk eraf. Laagjes. Het is wat korter. Het zit gelijk beter. Ik ben in Amazing Oriental. Mijn favoriete supermarkt met Aziatische producten. En tempeh is hier zo cheap. €1,15 per pak. Dus, tip. Een biologische winkel. Precies dezelfde tempeh. Echt €4 of zo. Oh, 25 bakje. Ik maak me af. Ik ben verslaafd aan bakjes kopen. Even wat boodschappen gedaan en nu door naar de Eco Plaza. Voor de rest, het hoefje. Samen even boodschappen doen en dan samen lunchen. Het is inmiddels 1 uur geweest. We zijn even in de Bijenkorf om samen te lunchen. Ik kan mijn ogen niet van dit ding afhouden. Kijk wat het is. Een soort combo van kruiden, balletjes, snoep. Like, wat is dit? Het is echt geweldig. Dit vind ik echt mooi. Lunchtijd, een salade en smoothie. Yes! Welke smoothie heb jij? Aardbei. Welke smoothie heb ik? Banana. Waarom zullen we bij mij een aardbei op en niet een banana? Oh, goeie poef. Ik ben weer thuis en ik ga weer verder werken. Ik heb iets nieuws. Ik had namelijk gelezen dat een tip was om niet je dag te beginnen met je mailbox. Want 's ochtends heb je het meeste energie. En dan zit je eigenlijk je beste energie te gebruiken aan de to-do-list van anderen. Wat best wel logisch is. Want mailtjes van anderen die zeggen, hey, zou je dat even kunnen doen? Of hey, hoe zit dat? Dus ik ga nu dan, ik heb de hele ochtend gewerkt. Nou, naar de kapper geweest, ben terug. En nu ga ik dan rustig aan mijn mailbox doen. En daarna ook niet meer. Maar 1 keer per dag, dat probeer ik sowieso te doen. Maar nu, ja, kijk of dat werkt. Ik ben in de Ekenweek, ik heb een interview. En ik zal, als dat klaar is, dan laat ik dat natuurlijk zien. Ik ben weer terug. Ik had echt een superleuk interview voor Goois als Lifestyle. Dit is hun site. Ik heb toevallig, echt heel toevallig, een paar maanden geleden een artikel gemaakt over de bladen die ik leuk vind. En daar had ik net het blad ontdekt en ik vond hem zo grappig, want het is echt een beetje zo'n Gooise Lifestyle met een knipoog. Dus ik kom daar binnenkort in. Hartstikke leuk. Hou in je achterhoofd met een knipoog. Maar ja, het is 5:15 en ik zit met de to-do-list te kijken. Ik ben aardig op schema. Ik heb een soort van nieuw iets wat ik aan het proberen ben met steeds een vlogartikel maken. Vlogartikel, terwijl eerst deed ik het allemaal in één rits achter elkaar. Dus allemaal vlogs en allemaal artikelen. Maar nu doe ik het om en om. En dat gaat goed. Dus ja, dinner time. No man time. En Fofie is thuis. Ik heb Fofie nog niet gefilmd.
Maar je riep het wel toen ik thuis kwam. Ik dacht dat je het toen filmde. Kennelijk niet. Kennelijk niet. Jij wil er naarheen babbelen en zien kort. Ja, we gaan Breaking Bad kijken. We hebben net Breaking Bad gekeken. Season 3, aflevering 8 zit erin. Nee, we hebben aflevering 7 gekeken. 7, ja, we gaan naar 8. Ja. Zo heavy? Wat, is toch zo? Ja. Ik vind het echt, het is echt een hele goede serie, maar we zetten echt allebei zo. Ja. Wat? Ik zat zo met dit ding voor mijn gezicht. Oh, zo zat ik niet. Ik kijk altijd zo dat ik net een millimeter kan zien. Ik zat zo, op mijn stoel. Ja, hij zat er heel veel. No, no, no. Wij gaan sporten! Yeah, oh. Yay! We zijn er weer. Ik ben er weer. Ik ben benieuwd hoe lang ik nu kan rennen. Ik heb 2,5 weken niet meer gesport. Ik heb 2 keer 6 minuten gerend met een korte wandeling ertussen. Hoef jij het niet langer gerend? Ik weet niet hoe lang, ik heb wel langer, maar... Ja, je bent beter. Mijn oude vertrouwde low row, ik heb hem met 35 kilo gedaan, 3x12, even om weer in te komen. Ik heb met dumbbells, knie weer voor, 30 kilo moet heen. 6 kilo, 3x12. Ik kan beter, ik moet inkomen. Ik ga nu deze doen, voor mijn borstkas. Ik moet altijd oppassen met borstkas, om een van de reden. En iedereen heeft toch wel iets wat dan heel goed bij ze gaat. Bijvoorbeeld, je hebt echt geluk als je buik heel veel snel plat wordt gespier. Ik heb mijn borstkas dus heel snel. Ik heb die gedaan, buik. Goed, ik ga ervan. Weinig zuurstof. Check deze ernstige blauwe plek. Dit is van laatst toen ik tegen iets opliep. En het wordt steeds erger met de dag bij Specsavers. Hebben ze er heel veel make-up op gegooid, maar nu is het echt heavy. We hebben gesport. Ja. Het is raar lekker. Ja, maar lekker. We hebben vanmiddag trouwens een nieuwe pan gekocht. Dit is zo'n tevelpan. Waarom 600.000 keer verkopen is? Ja, dan die green pan die we hadden, die dus stuk is gegaan na 2 jaar. Stuk, nou ja. En dit is met zo'n rood dingetje, dus hopelijk overleeft deze het langer. Ja, een rood dingetje voor de win. En je kan ook dit indrukken, kijk. Dit is gummy. Dit is gummy. Wat willen mensen nog meer? Nou. En dit, kijk hoe cool die ja, dat zat ik ook even kijken. Ik kom net uit een snelle douche, het is 11:30. Even nog wat kleine dingetjes doen. De oneindige was. We zijn er bijna. De oneindige was is bijna klaar. En dan gaan we alweer slapen. Dus ik ga deze vlog afsluiten bij deze. Tot ziens. Tot morgen. Morgen heb ik weer een thuiswerkdag. Wacht, wat ga ik meer morgen doen? Een paar dingetjes doen. En ik heb goed gewerkt vandaag. Ja, mijn systeem werkt. Maar goed, ik probeer altijd weer nieuwe dingen en de ene keer werkt het wel en dan weer niet. En even kijken of ik dit kan volhouden. Oeh, en ik moet een schema maken voor sporten. Wel tenminste. Ik wil graag dat Masha dit even vertelt. Ik had heel kort samengevat. Oh, wij... Ik had een belediging.